Hoi allemaal, zoals je het weet is het deze week op Femme Thema Week. En we hebben deze week het thema, zeg maar, Look of the Day. Waarin we laten zien wat we allemaal aan hebben, wat we op hebben qua make-up, en nagellak en parfum. En ja, gewoon al die details. Maar ik heb een hele speciale cameravrouw. Tromgeroffel, het is Manon. Ja, ik wacht even. Wie staat achter de camera vandaag? Tadaa! Tadaa, Manon. En we gaan, zeg maar, vandaag een Look of the Day filmen. Ja. Dus, en dat gaan jullie allemaal zien deze week. Ja, en binnenkort ook die van Manon. Ja. Dus dat zien jullie. Want ja, je hebt je video op dinsdag en ja, eigenlijk op morgen. Ja. Tiami on the rock. Vet leuk, er zit een bijtje. Hey, je kleine bij. Je bent dik. Dan een beachspray van Tony & Guy gebruikt en een volumepoeder van André Loenen. Die raadde Diana me ooit aan. Die vind ik heel erg fijn. En ik doe eerst een beetje beachspray in. Ik spuit me ongeluk in mijn nek. Oeps. En daarna ga ik er doorheen vroeten. Ik vind het echt een heel erg mooi effect geven. En daarna doe ik nog een beetje volumepoeder in mijn haar. En dan ga ik ook met mijn handen een beetje doorheen vroeten. Zodat er echt, ja, echt een van de bam, zo'n mooi effect komt. Met veel volume. Oké, nu denken jullie misschien van, hey Jamie, waarom draag je hier andere sieraden? Nou, ik zal het even uitleggen. Voordat ik naar Manon ging, had ik dit opgenomen. En toen dacht ik later van, hey wacht, die andere sieraden staan leuker. Dus dat ik het zelf verwisseld. Sorry, super onhandig, maar nou ja, ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Nou, en de overige dingen noemde ik maar even little things, een beetje kleine dingen. Parfum van Cherry Mugler, Angel is het. En een heel mooi bruin-zwartachtig lakje van Art Deco. Een hele mooie zachte lipgloss van Garche. Roze is die. Heel subtiel. En het was het. Ik hoop dat je het leuk vond om dit te zien. En bedankt voor het kijken. Doei!